Er moet snel een structurele oplossing komen voor de financiële problemen bij de molen Kiek op den Diek aan de Noordendijk. Dat zeggen het CDA en de Verenigde Seniorenpartij. Het is de enige windmolen van de ooit 121 molens die nog over is in Dordrecht. Al maanden lijkt Kiek op den Diek ingepakt door kunstenaar Christo. Maar het is de renovatie die in volle gang is met de nodige problemen. Er zit een bestuur op die keihard wil werken om de molen goed in stand te houden. Doen er veel voor. Alleen ja, ze hebben soms wel eens pech dat, net zoals die roede, dat er ineens een scheurtje in zit. En komt er ineens een groot bedrag om de hoek kijken, wat ze dus niet echt op kunnen hoesten. Ik vind het knap dat ze €270.000 in ieder geval zelf hebben binnengehaald. Maar ze komen ook nog geld tekort. En ik denk dat wij als raad, omdat we toch dit in stand moeten houden en moeten blijven houden, dat wij als VSP en CDA vragen voor toch een vergoeding om het restant bij te leggen. CDA en VSP willen dat er een einde komt aan de steeds weer discussiëren over de molen uit 1713. Gebouwd nadat de Noorderdijk werd aangelegd om de stad te beschermen. Het is belangrijk dat er een structurele oplossing komt. Je kunt pleisters plakken. Willen we pleisters blijven plakken of gaan we ook even ietsje verder denken, wat willen we nou op lange termijn met die molen? Want er zal vaker iets nodig zijn. Voorlopig is er volgens de VSP €30.000 nodig op korte termijn. Maar er moet een breed debat komen over de vraag hoe Dordrecht omgaat met haar monumenten. Ik denk dat het heel mooi is om te beginnen over die molen. En ik zou het inderdaad daarna graag breder trekken, want er is meer erfgoed. Dat drukt behoorlijk op de begroting en we moeten wel keuzes gaan maken op een gegeven moment. In eerste instantie een ronde tafelgesprek, maar daar moeten voorstellen uitkomen, heel concreet. Dat hoop ik wel, dat we daar zoveel richting krijgen dat we ook een voorstel kunnen doen. Of dat het college met een voorstel gaat komen. Ja.